ik u eigenlijk noemen? Want u hebt in het leven zoveel namen gekozen. Noem mij maar gewoon Henk Bernleef. Kijk, op mijn boeken staat alleen maar Bernleef, maar anders is het net alsof je tegen een schoenenmerk praat. Zeg ja. Bata. Toen ik door de buren gevraagd werd of ik iemand wist die een in memoriam over mij kon schrijven en die ook hier zou willen uitspreken, toen was mijn eerste gedachte, dit kan ik mijn goede vrienden niet aandoen. De enige manier om dit aan deze opdracht toch te voldoen was om het dan maar zelf ter hand te nemen. En dat heb ik dus nu geprobeerd. Het is mij vreemd te moede nu ik de beste vriend van mijn leven kwijt ben geraakt. Lastig mij voor te stellen dat ik hem nooit meer spreken zal, zijn stem, een beetje schor van het roken, nooit meer zal horen, zijn controlerende blik van onderop, of wat hij beweerde wel bij mij was binnengekomen, niet meer op mij gericht zal voelen. Ik leerde Henk in 1960 kennen, op het moment dat hij zijn eerste dichtbundel Kokkels publiceerde. Het eerste gedicht van die bundel herinner ik me nog goed. Dat ging zo. Opdracht. Met een scheermesje kan het, soms wel twee keer per dag. Met een broodzaag kan het, je 12-uurtje bereiden. Met een gaslang kan het, rode kool in een half uur gaar. In een badkuip kan het, één keer per week en flink met zeep. Met een touw kan het, als je broekriem soms stuk is. Boven het gedicht stond het motto, the more you think of dying, the better you will live. Qua levenswijsheid sprak hij voor zijn beurt, vond ik toen. U noemde uzelf in het in memoriam uw beste vriend, mijn beste vriend, Henk. Het is niet makkelijk voor een mens om altijd zijn beste vriend te zijn. De verleiding is natuurlijk groot om te zeggen dat ik ontzettend blij met mezelf ben, maar dat... Dat is het nou ook weer niet, maar ik, je leert met je eigen makkers te leven natuurlijk. En je ook neer te leggen bij dingen die je niet kan. Dus niet krampachtige pogingen doen om toch nog die 650 pagina's tellende familieroman te schrijven. Dus je zoekt het niet langer in uitbreiding, maar in intensivering van waar je mee bezig bent. Dat is eigenlijk waar het over gaat. De laconieke, nuchtere toon van zijn gedichten verbergt iets. Een gemoedsgesteldheid die ik pas later bij hem zou leren kennen. Urenlang kon hij in gezelschap zwijgen. Maar van wat er om hem heen gezegd werd, ontging hem niets. Dat blijkt ook wel uit zijn werk. In zijn romans en verhalen vond ik gebeurtenissen die ik al lang vergeten was terug. Tot in de meest minutieuze details beschreven. U hebt een heel mooie blik op het heel concreet en daardoor zegt u eigenlijk veel meer. Het is wat een Duitse schrijver een keer zei. Waar moet je de diepte verstoppen aan de oppervlakte? En zo is het. Hij droomde niet vaak, dat zei hij tenminste. Maar een steeds terugkerende droom was die waarin hij reisleider van een groot gezelschap was en geconfronteerd werd met kleine en grote rampen. Hij miste mensen, de hotels waren vol. Het schip maakte zich net van de kade los en daar stond hij met de reisgenoten voor wie hij de verantwoordelijkheid had, gestrand in een land waarvan hij de taal niet sprak. In de literatuur ben ik niet reisleider voor de lezer, zal ik maar zeggen. Mm-hmm. Ik reik dingen aan, maar ja, de lezer moet zelf de teksten afmaken. Daarom hou ik ook niet zo erg van die dikke psychologische romans, waarin de lezer zo aan het handje wordt gehouden en van A naar B wordt gevoerd. Maar ik lever liever een tekst af waar... Ja, die de fantasie en de verbeeldingskracht van de lezer in werking stelt. Die moet hem zelf
moet hij hem zien af te maken. Daar gaat het mij dus over. Is schrijven een soort van vorm van grip krijgen op iets? Het nadeel van de taal is dat ze een sterk abstraherende karakter heeft. Ja, dat als ik zeg, ik loop over een landweg met populieren, als ik iets wil mededelen, is dat genoeg? Dan denkt iedereen, oh ja, hij liep over een weg met populieren. Maar als ik nou werkelijk wil oproepen wat het is om op die laan te lopen, hoe die laan eruit ziet, wat er ligt op de grond, hoe ruikt die, die populieren, allemaal verschillend, met ruiselende blaadjes, enzovoort, enzovoort. Dus heel die gedifferentieerdheid van de werkelijkheid, die wordt als het ware afgevlakt. Dat is de prijs die we betalen voor de communicatie. Maar een schrijver moet zich dus heel erg goed van bewust zijn dat hij eigenlijk tegen die tendens, die abstraherende tendens van de taal, in moet schrijven. En dat hij moet proberen om middels saillante details het unieke van zo'n belevenis bij de lezer op te roepen. Daar gaat schrijven is voor een deel tegen de taal inschrijven. Hij wantrouwde bloemrijk taalgebruik en veroordeelde veel schrijvers, niet altijd terecht, van hoogdravende taal die hij zag als loos gepronk. Tegelijkertijd keek hij op tegen auteurs die in staat waren omvangrijke romans met diepgravende psychologische portretten te schrijven. Dat zijn echte symfonisten, zei hij. Zelf ben ik een componist van kamermuziek. Meer dan vierstemmig zit er bij mij niet in. Naarmate hij ouder werd, werd zijn stijl steeds beknopter, zijn romans korter. Bent u ooit bang geweest die grip van, of dat wapen van de taal te verliezen? Het enige wat je kan overkomen is, ja, dat je ergens naar wil grijpen en je kan er niet bij. Dat zijn dingen waar je dan ook wel weer uitkomt meestal, vind ik. Maar hoe? Veel muziek draaien. Zelfs een beetje spelen, ja, dat soort dingen. Ik wou of dichter worden of jazzpianist. Leek me alle twee heel spannend. Maar ja, ik kwam er al heel snel achter dat ik het als pianist nooit verder zou brengen dan een van die 200 bebop-pianisten die er toen in Nederland rondliepen. Dus ik dacht, nou nee. Henk was niet de enige schrijver bij wie levensangst de drijvende motor was. Nee, levensangst misschien niet in de eerste plaats, maar de angst de controle over zijn leven te verliezen. Hij zat nog altijd vol plannen en projecten waar hij heel gedisciplineerd aan werkte. Ieder mens streefde volgens hem naar ordening. Dat bewonderde hij ook zo in de muziek van Bach. De strenge vorm, gelijkelijk over de hele compositie verspreide emotie. U had het in het In Memoriam ook over de liefde, toch in het verhaal. U bent al heel lang bij Eva, bij uw vrouw. Ja. Al meer dan 50 jaar. Ja, klopt. Dat is heel aandoenlijk, vind ik, in hersenschimmen, dat het koppel herkent elkaar gewoon aan de vorm van pas in het huis, weet hoe de gemoedsgesteldheid is. Wat is het mooie aan zo'n oude, lange liefde? Het mooie ervan is dat er zich in de loop der jaren een hele hoop gezamenlijke herinneringen nestelen.
Dat zie je vaak met mensen die heel lang bij elkaar zijn, dat ze maar een half woord of zelfs dat nog niet eens genoeg hebben. En dat buitenstaanders daar vaak een beetje raar tegenaan kijken, omdat ze absoluut niet begrepen waar welke gedachten daar onuitgesproken heen en weer flitsen. Dat is eigenlijk ook een beetje de tragiek van hersenschimmen. Wat ik dus niet beschouw in de eerste plaats als een boek over de ziekte van Alzheimer, alhoewel het dat natuurlijk ook is. Maar het gaat veel meer over de tragiek dat je dat netwerk van verbindingen wat je met z'n tweeën, met twee stel hersenen, opbouwt met elkaar, dat daar op een gegeven moment een van die netwerken uitvalt. Na het enorme succes van zijn roman over de ziekte van Alzheimer ontwikkelde hij een obsessieve fascinatie voor het fenomeen van de herinnering. Hij las ieder boek over het menselijk brein dat hij te pakken kon krijgen. In zijn laatste roman, Onbewaakt ogenblik, betwijfelt de hoofdpersoon, bij hoge uitzondering in zijn werk een schrijver, het bestaan van zijn herinneringen. In sommige gevallen kunnen mensen ook heel bewust herinneringen uitwissen. Of willen mensen heel bewust herinneringen uitwissen? Kan dat volgens u? U moet je voorstellen dat u ergens hier over de boulevard loopt en u gaat een kopje koffie zitten drinken en in uw hoofd ziet u al die koppen, ziet u voorbij komen. En dat houdt niet op. Dat gaat maar door en er komen alleen maar steeds meer mensen bij. Nou, dat is letterlijk om gek voor te worden. Herinnering en vergeten maakt deel uit van onze overlevingsstrategie. Om ons staande te houden in de maatschappij. Als je gevraagd wordt van, nou vertel eens wat over je leven. Niet in de vorm van en toen en toen en toen. Maar wat zijn de beelden die je helder naar boven kan roepen. Dan krijg je dus een kaleidoscopisch beeld van allerlei losse impressies waarvan je bij God niet weet wat de essentie is. Waarom die beelden zijn blijven hangen en anderen niet. En wat dat betreft denk ik dat de menselijke persoonlijkheid toch tamelijk raadselachtig is en dat er niet veel aan te sturen valt. Ik heb het idee dat dat momenten zijn waarop alle zintuigen synchroon met elkaar een beeld vasthouden en opbouwen, waardoor het later weer in al zijn uniekheid weer oproepbaar is. Vladimir Nabokov, die ook sterke synesthetische verschijnselen vertoonde en die ook een boek heeft geschreven, wat misschien wel het mooiste boek is wat ooit over het geheugen geschreven is. En dat heeft ook de goede titel Speak Memory, geheugen spreek. En bij hem spreekt het geheugen, omdat hij over een enorme voorraadschuur aan beelden van lang geleden beschikte, die hij dan ook nog met zijn talent op papier kon zetten. Maar dat zijn maar weinig mensen die daartoe in staat zijn. De dingen die je herinnert, die veranderen namelijk ook steeds. Dat is ook het rare. Ik kan hier nu bijvoorbeeld een herinnering gaan vertellen van vroeger. En dat betekent dat als ik hem over een week probeer op te roepen, wat ik nu verteld heb, die herinnering alweer veranderd heeft. Met andere woorden, de herinnering is geen plaatjesboek, het is geen fotoalbum. Het is een enorm ingewikkeld proces van allerlei elkaar steeds weer aanvullende, corrigerende en veranderende beelden. Het ligt niet vast. Het ligt gewoon niet vast. Sommige mensen denken daar al lang voor hun dood over na, over hoe ze herinnerd willen worden. U ook? Nee, het interesseert me helemaal niks. Nee, echt niet. Het is meer zoiets, ik heb er eens een keer een gedichtje over geschreven. De laatste regel van het gedicht is, prachtig is de onsterfelijkheid, maar wat doe ik in de tussentijd? En dat laatste, daar interesseert me eigenlijk veel meer dan die hele onsterfelijkheid. Heel erg bedankt voor deze mooie tussentijd.
Bedankt. Okay.